is. In de vroegere tijd van Napoleon, als toen de soldaten voor een wijnkelder hadden van over. En als ze geen zin om al die ijzers en al die kurk eraf te halen, pak ze gewoon een zwaard of een degen. Toen met één klap gewoon de hals van de fles eraf. En door het druk in de fles blijft de champagne daarna gewoon drinkbaar. Wat gaan we nou doen? De hals van de vlaster. Daar gaat hij. Zo in de camera. Hij staat al aan. Oh, wat een dumbass. We hebben die belofte nog niet over gehad, hè.